geef de militairen een lekker heerlijke vis. Vers van de korte, staan nummer 1 van Den Helder. Dus ja, wat wil je nog meer? Het cateringbedrijf bij de marine staat onder verscherpt toezicht van de Voedsel- en Warenautoriteit. Militairen hoeven niet ver voor een alternatieve lunch. Ze zijn er zo. Geen wonder dat het al een tijdje een stuk drukker is bij eethuis De Razende Bol. Ik heb gehoord over vervuiling en besmetting van het eten, dus ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Vliegjes, keutels? Ja, ja, muizenkeutels, van alles. Over het riool, dat het gesloten is. Voor de rest, ik eet er niet zo vaak. Patrick Klaver is inmiddels een vaste klant bij het eethuis. Ja, ik eet hier altijd graag. Ik eet hier 2 keer in de week dus. Het eten bij de marine is wel oké, maar ja, van de verhalen natuurlijk, het is onhygiënisch. En de eten hier is sowieso beter. De hoge meester van de marine, die officieren, kwamen zelfs hier eten. Ja, die ik eigenlijk normaal gesproken nooit zie, want die vinden het daar prima. Maar die kwamen hier ook, dus ja, was wel erg leuk. Maar Magda's grootste zorg is natuurlijk de gezondheid van de militairen. Tot ziens. Ja, heel belangrijk, want ze moeten natuurlijk wel ons land verdedigen, hè? Dus een visje is altijd goed voor de mens.